Michelle en Vera koken. Een kookboekje van WWO-scholieren Michelle Lung en Vera de Blaai. Ze maakten het als profielwerkstuk voor hun opleiding aan het Goese Lyceum. Ze sleepte er een 8,5 mee in de wacht, maar de meiden wilden meer dan dat ene werkstuk. Nou, we wilden het gewoon heel erg graag laten drukken, want je zit zoveel tijd in dat boek dat je op een gegeven moment denkt, oké, weet je, we willen het nu wel gewoon echt graag ja, ook vast kunnen houden. Ja, onze PBS-begeleiders wilden ook al gewoon graag, ja, het waren benieuwd van, oh, het leek zo leuk, nu wil ik het eigenlijk ook wel gewoon in het echt zien. Dus dan wil je het ook wel gewoon echt laten drukken, zodat het een boekje wordt. Vera tekende voor het ontwerp en Michelle leverde een marketingplan. Dat het over koken gaat, is min of meer toevallig. Voor het profielwerkstuk kookten we ook wel eens vaker samen. Hadden we staart gebakken en zo. En dat ging wel goed. Toen dachten we, nou, laten we daar nou een profielwerkstuk van maken. En ik heb beeldende vorming in mijn profiel. Dus toen kon ik de vormgeving doen bij beeldende vorming. En zij heeft economie, dus zo kon zij dan de marketing uitzoeken. Het boekje behandelt onder meer wat basiskooktechnieken, maar bevat ook ruim 30 recepten. Uit de koker van Vera en Michelle. We hebben gewoon alles recepten zelf gemaakt en in elkaar gezet. En we hebben een lijstje gemaakt van oké, wat vinden we lekkere gerechten? Hoe gaan we het in elkaar zetten? En Michelle bedacht, oh, vis en papillot. Dus toen hebben we gekeken, nou, hoe werkt het precies? Hoe werkt het mechanisme? Nou, wat voor gevis is er geschikt voor? Wat voor kruiden vinden wij daar lekker bij passen? Wat kan goed bij elkaar? En toen zo is dan het recept voor vis en papillot eruit gerold. Het boekje kost €8,15. Het ligt niet in de winkel, maar het is wel te bestellen per e-mail. Via michellevera@hotmail.com.